Ja. Nou, kun je niet 3 uur ingooien, Jeroen. Ik weet dat jullie bij PSV hebben jullie ook zo'n bord hangen, toch? Ja, klopt. Als jij een van die mannen daar mag uitdagen, hè, om een kleine competitie hier te... Ik zie Marco al het meest glimlachen daar. Ja. Jeffrey zegt, kom niet bij mij. Is Marco degene waar je het beste tegen zou kunnen? Ja, ik denk dat Marco mij wel ligt als tegenstander. Oké, ik vraag... Zullen we dan bij 101 laten, want anders dan... Oké, dan spelen we... Bij Darts gaat het om 5-0-1 terug naar 0. Maar die tijd hebben we niet. We beginnen 1-0-1 en misschien kunnen we het niet eens afmaken. Kijken wie in die korte tijd die we hebben het beste gooit. Dus Marco, Jeroen, gaan jullie staan. Ik neem de pijlen hebben jullie. Moet deze pijlen? Ja, ik heb hier ook mijn eigen pijlen bij. Ook zo mee gooien, hoor. Hun wel. Oké, ga staan. Kijk, ga staan. Jij gaat ze begeleiden. Ja, jij kan 1-0-1, dat betekent Marco van Ginkel tegen Jeroen Zoet, PSV tegen PSV. De beste daard van de wereld gaat ze begeleiden. Boele, voor wie het begint? Ja, even een aanmoedigingsapplaus voor deze drie mannen. Ja, Boele, voor wie het begint of niet? Het is al zo moeilijk voor ze. Oké, wie begint? We moeten even kijken. Welke afstand? Ja, op 2,37 meter ongeveer, Tam Ruit. Is het boel dan, hè? Ja. Dichtst bij de boel, hè? Ja, dat is 0. Oeh, trip. Ja. Even één keer ingooien, één keer toch? Ingooien. Eén ronde. Dit is tv, dit is meteen... Je kunt zien dat ze wel fanatiek gelijk zijn, maar dan moet je in je hebben. Anders ga je nooit in niets presteren. Vanaf nu beginnen we te tellen, hè? Dus... Ja. Dat is aan de 18e. 36. Ja, 9, dat is maar liefst... 64 over. Oh, jij maar bij je. 64 over. Wat moet nou gooien, zegt hij gewoon. Oh shit. Ja, voor de mensen die nu kijken en denken van wat gebeurt hier. De bedoeling is om zo snel mogelijk van 101 naar 0 te gaan. 16 of 8, linksonder. Linksonder. 1. Ja, nou, 16, die zit daar iets onder. Ja, noem maar dan kracht. En ik? Hè? 76. 34 over. 34 over, dubbel 17 zo meteen. Dubbel 17, en dan ben je... 76. Dubbel 18, tops, bubbelboel. Oh, is dat een triple? Nee. Hoeveel? 5, triple 5. 61, singleboel. Die groen, hè? Niet die rode. Oh, kut. Doe maar onder in de bord. Hoeveel moet ik? 43. Oneven. Oneven. Nee, dat is even. 27. 27, dat betekent... Het gaat om de dubbel, maar nou gaat het komen. Nou bij darts moet je eindigen met een dubbel, dus dat kan met 27 kan dat niet. Het wordt een hele lange avond. Het wordt een hele lange avond, dit. Het is geen douwebop, dit. Dat duurt lang, hoor. Ja, en hoeveel zitten jullie nu? Dubbel 16, dat is mijn favoriet. Dubbel 16 is je favoriet, dus jij kan eindigen op dubbel 16. Ja. Dat ben ik ook toch, nu? Ja, Marco van Ginkel nog met zijn poging om Jeroen Zoet van de overwinning af te houden. Nee, hoeveel had ik? Ja. Hij had, 27 had je. 27. Ja, 27, dat is een... Gooi een 3 en daarna dubbel 12. 11. 3, 11. Oh, jongen. Dat is te veel. Ik zeg toch 3 en dubbel 12? Dubbel 16. Ja. Je moet nog wel naar Stockholm. Hè, ja, je moet nog naar Stockholm. Ja, oké. Okay, de laatste. Dubbel 8. Oh. Oeh, bijna. Dood. Je mag nog 1 poging en dan gaan we naar de muziek van Tsukro Fornaciari, want de tijd loopt. God, 14. Dat is gewoon fanatiek, hè? Nou, maar het mooie is wel wat je nu ziet. Je ziet hoe moeilijk het is wat jij doet. Want jij gooit echt, je hebt de gemiddelde... Iedereen mag het proberen, maar het is gewoon niet makkelijk. En je moet gewoon heel veel uren moet je erin steken. Luister, blijf jullie gooien. Maak niet te veel lawaai. En dan gaan we luisteren naar de muziek van Señor Zucchero.